Gast, wat is er mis met je ogen? Ja, 3DS. We hebben hem net even zitten spelen. En wat is gewoon de allereerste indruk? Want de eerste indruk is het belangrijkst. Koppijn. Koppijn, hè? Ja, koppijn, denk ik, ja. Ja, nou, wellicht dat het aan de mensen zelf ligt en is het bij iedereen anders. Maar de eerste indruk die ik had, het ziet er leuk uit. Ja, je begint te spelen. Maar na 10 seconden heb je hem hangen. Ja, je bent sowieso de derde die erover begint. Tenminste, vierde als ik mezelf mee reken. En dat is in 2 dagen. En wat verbazingwekkend is, want we zitten hier dicht bij een grote elektronica winkel in de buurt. En sinds de release zit niemand op dat ding te spelen. Nee. En dat vind ik inderdaad best verrassend. Verrassend op zijn minst, inderdaad. Wat ik dan ook... het idee is leuk. Laten we het even... Het werkt wel, weet je? Ja. Je hebt inderdaad gewoon... Nintendo heeft gezegd, wij gaan iets doen waar je 3D dingen in hebt. View, zeg maar. En ja. Dat is er gewoon gelukt. Dat zit erin. Ja, mensen die verwarren het dan wel dat je 3D op je afkomt, normaal gesproken. Het is nu meer dat je de diepte in kijkt. Dus je kijkt de 3D in eigenlijk. Ja. Het is omgekeerd 3D. Ja, en dat zie je ook terug. Want wij hebben toevallig dan een game gespeeld, Pilot Wings. Ja, wat volgens mij wel de game is die ze een beetje echt promoten ervoor. Ja, dat hè? Klopt. Dit is de game waar je het 3D effect zou moeten zien. Ja. Maar wat je gewoon opvalt, is in de intro zie je op een gegeven moment allemaal leuk landschap. Ziet er allemaal best mooi uit. Maar op een gegeven moment zie je gewoon vliegtuigen op je afkomen. En zodra ze bij de rand van het scherm komen, zie je gewoon een 3DS is daar eigenlijk niet voor gemaakt. Het komt zo op je af, je ziet gewoon, er wordt nog net niet blurry daardoor, zeg maar. Het is inderdaad. Heel zonde gewoon. Ja, maar dat is het ook. Op het moment dat je die Pilot Wings even nu als voorbeeld start, en je krijgt dat intro gedeeld, mijn ogen konden me niet focussen. Ja. Het lukte niet. Ik ging ook niet mijn best doen, want toen deed dat echt meer pijn. Maar dat was het probleem. Inderdaad, en als je gewoon een rustig beeld hebt en je staat er gewoon heel recht voor en je kijkt gewoon echt verder, zeg maar, de diepte in, ja, dan werkt het prima. Maar inderdaad, dingen die op je afkomen, drama. Ja, drama. Klopt, want je hebt ook een Star Wars game heel even gespeeld. Ook. En dat was je Yoda, geloof ik. Klopt. Want ik heb dat niet gespeeld. Wat was dat? Wat was dat leuk? Star Wars. Ja, Clone Wars, weet ik veel. Something, ja. Ja, op zich, het speelde leuk. Alleen, dit was wel een game waar je eigenlijk... Je zag wel dat er een 3D toevoeging in zat, maar het voegde niks toe. Het was niet nodig. Nee, dit was gewoon 2D net zo goed te spelen. En het is helemaal niet dat je ervaring er mooier op is geworden. Ja, je wordt geen rijker van hem. Nee. Ja, wat ik ook jammer vind, er zit aan de zijkant een knopje. Daar kan je de 3D echt mee uitzetten. En ja, ik vind dat eigenlijk heel erg nutteloos. Klopt. Daar koop je hem niet voor namelijk. Ja, en ik kan me voorstellen dat als jij heel lang aan het spelen bent en je hebt knallende koppijn, maar je wil hem niet wegleggen. Nou, dan is zo'n knopje ideaal. Dan gooi je hem gewoon op 2D en klaar. Maar doe je dan eigenlijk niet al je eigen product disqualificeren een beetje, snap je? Ja, zo van doe het maar weer naar 2D, want dan werkt het tenminste sowieso. Ja, doe maar vooral datgene waar je het niet voor gekocht hebt, want dan doet hij het goed. Ja, inderdaad. Wat grappig is, je hebt natuurlijk dat augmented reality, dat brengt het iets meer met zich mee dan op dit moment op de iPhone en BlackBerry dat heeft. Qua augmented reality is het een stuk verder, inderdaad. Dat vond ik het vetste wat we hebben gedaan, terwijl dat het gratis gedeeld is. Het was een leuke game die ik had, ik moest op allerlei schietschijven schieten, maar die kwamen dus links te staan, rechts omgedraaid, dus wat je moest doen is ook gewoon echt... lopen met je 3DS om gewoon die doelen te raken. En dat was best leuk in elkaar gezet. Alleen, koop je een 3DS voor augmented reality? Nee, natuurlijk niet. Want ik geloof uiteindelijk zijn er gewoon op dit moment 8 kaartjes of zo. Ik heb geen 6. Hoe kom je aan die kaartjes? Dat weet ik niet eens, by the way. Volgens mij krijg je die gratis erbij. Allemaal? Alle 6. Allemaal? Ja. Oké, wat het idee is, dus je legt een kaartje op tafel. In dit geval was het een vraagteken. Daar hou je hem op, moet je een bepaalde afstand houden. Scant hij die kaart en vanuit... En vanuit die kaart komen de dingen op je tafel, als je hem op tafel wil leggen. En het werkte wel. Dat is gewoon grappig. Je zag die tafel helemaal omflippen en er kwamen doelen uit. Weet je, er kwam een gat in de tafel en er kwam weer wat monster uit. Ja. Dus dat was vet. Maar het was op zich leuk. Wel een kleine kanttekening nog erbij. Wat je dus merkte. En dat het eerste wat me aan deed herinneren was eigenlijk de Wii. Als je bijvoorbeeld bij een Wii heel strak op het scherm richtte,
dan zie je toch nog een beetje dat cursortje bewegen en rammelen. Ja. Het is gewoon niet stabiel. Dat gevoel had ik hier ook. Op een gegeven moment dan moet je de camera moet je dan 35 centimeter eraf hebben. 35 centimeter. En een bepaalde hoek moet je houden. Nou, als je dit van die hoek afgaat, plop, ligt je hele spel ligt plat gewoon. Ja, ja, en wat je nu zegt over die hoek, dat is wat mij het allermeest stoort aan die hele 3DS. Eigenlijk nog niet eens dat je hoofdpijn even tussen van krijgt, want daar kan je vast aan wennen. Laten we daar maar even Nintendo in geloven. Ja. Maar het feit dat je, als je niet zo op het scherm kijkt, dat het al niet meer werkt. Ja. Als jij alleen maar dit doet, een serie is alleen maar dit of dit doet, ben je klaar. Dan is je 3D-effectus te pleiten. En hoe verder je dan de hoek laat verschillen, des te waziger het wordt. Op een gegeven moment is het gewoon niet eens meer speelbaar. Nee, dus daar heb je hem. Ja, ik weet niet. Als je alles met al bekeken, ik vond het best een leuk apparaatje. Alleen, als je dan ziet welk prijskaartje Nintendo eraan hangt en wat je er dan voor terugkrijgt. Ja. Die prijskaart die baart me echt al vanaf het begin zorgen, mensen. Ik bedoel, €250 adviesprijs? Ja. Een handheld? Daar heb ik mijn Xbox voor thuis staan met een controllertje extra of zo. En 250 gig HD. Ja. En sorry. Natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk een ander soort markt, weet je wel, handhelds en consoles, maar... Ja, €250 voor zo'n apparaat precies. Vind ik te veel. Ja, om wat jij al zegt is een goed punt. Omdat het een andere markt is, moet het ook een andere prijs hebben. Ja. Een logischere prijs. Ja, het is kleiner, het is minder krachtig. Ja, ik bedoel, wat het is goedkoper om te produceren. Een DS nu kostte rond, ik weet niet, wat zal het zijn? 150, 160 euro? Ja, rond 160 euro zit je nu aan een DS XL, geloof ik. Ja, en dan zit ik al te twijfelen. Weet je, als zo'n 3DS nou voor €150 uitkomt of zo, of €140 uitkomt, nou, dan ga je erover nadenken, weet je. En als het dan echt iets is wat jou aanspreekt, dan koop je het ook wel. Maar €240 euro, hetzelfde ook met de eerste PSP, hoor, die kwam uit. En dat was ook gewoon 200 zoveel euro. Ging nergens. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel weer zo'n trein verkocht. Maar ik denk dat Sony natuurlijk, die heeft er heel erg ervaring mee. Want NGP komt ook binnenkort, weet je, de opvolger van de PSP. Dus ik ben heel benieuwd wat die strijd met zich mee gaat brengen. Ja. Maar ik denk dat ook de reden is dat ik geen 3DS heb. De prijs in combinatie met dat het niet helemaal doet wat het zou moeten doen. En, en ik denk uiteindelijk, en dat is gewoon een feit, en dat weten alle gamers denk ik wel. Nintendo games zijn gewoon wat kiddier en wat vrolijker design dan allemaal PlayStation games. Dat klopt. Simpel. En dan moet je van houden. Jawel, maar dan komt wel nadeel 2. Want ze raden kinderen onder de 10. Ja, zoiets. Zoiets onder de 10 à 12 sowieso af om mee te spelen. Omdat het de ontwikkeling van de ogen tegenhoudt. Of weet je, dat het verslechtert. Nee, dat wil je dus ook niet. Ja. Maar staat het bij dat apparaat? Dat staat er niet bij. En als ik het nu ga kopen voor mijn dochter is nu dan 2. Maar stel je voor, ze zou 6 zijn en ik ga het voor de kopen. Denk jij dat die verkoper dat tegen mij gaat zeggen? Nou, echt niet. Ik betwijfel het. Dus dat is... Ik ben benieuwd wat de eerste rechtszaak gaat brengen in Amerika hierover. Die gegarandeerd dat die er gaat komen, hoor. Ja, inderdaad. Ja, ik bedoel, ik denk dat we daar ook bij moeten houden. Laten we gewoon maar afwachten wat ermee gaat gebeuren. Ja. We houden de game sowieso in de gaten. Maar verwacht je nou dat dit een succes wordt? Of verwacht je dat dit toch een nieuwe Virtual Boy trauma wordt van Nintendo? Ik denk dat het niet het Virtual Boy trauma gaat worden, maar dat het wel weer die richting op gaat. Want het is weer iets wat ze ontwikkeld hebben wat helemaal eigenlijk niet echt werkt. Het werkt wel, maar ook weer niet. Maar ze willen gewoon de eerste op de markt zijn om te bewijzen van, kijk, we zijn er nog. Ja. Omdat die Wii, die is helemaal natuurlijk, kom op nou, dit is helemaal weggevaagd de laatste tijd door de PS3 vooral en de Xbox ook. Ja. Ja, dat ding is gewoon klaar. Dat ga je geen tweede leven meer geven. Ik hou me hart er ook voor vast. Alleen het enige denk ik waar ze echt hun markt op moeten gaan richten, en dat zullen ze vast en zeker over nagedacht hebben, is gewoon casual. Dit moet je door de moeders laten kopen voor de kiddo's die spelletjes spelen. Ja, maar dan weer die kiddo's die niet mogen spelen. Dat is een ander dilemma. Nou, ik sluit hem af en toe mee. Het is voor de moeders die het voor hun kiddies willen kopen die het niet mogen spelen. Perfect. Veel plezier ermee.